Nou, ik ben Emily en ik ben interim adviseur communicatie en projecten. En ik heb mede georganiseerd aan de Warme Truiendag bij Duurzaamheidscentrum Wijzigt. Ja, wat houdt dat in? Nou, Warme Truiendag is eigenlijk de nationale dag van de energiebesparing. En de warme trui staat eigenlijk symbool voor hetgeen wat je zelf kunt doen om jezelf te verwarmen in plaats van je omgeving. En dus het mag eigenlijk ook een warme sjaal of een vest zijn. Maar ja, de warme trui gaat er eigenlijk om dat je dus jezelf verwarmt. Workshops. Kinderen zijn bezig. Wat doen ze daar? De ene workshop is een workshop met thermische zonne-energie. Daar gaan kinderen kijken van wat is het principe achter die zonne-energie. En ze gaan bootjes maken. Dus echt een constructie. En die gaan ze ook testen met licht en water. Hoe dat die boot zich gaat verplaatsen op basis van het licht. En de andere workshop is eigenlijk Pimp je trui. Dus we hebben de leerlingen van de statusschool gevraagd of ze hun oude trui mee willen nemen. En die nemen ze dan mee en die gaan ze weer opleuken. Lukt het al? Oh ja. Zeg, waarom doen jullie dat vandaag? Warme truidag. Ja, en wat ga je nu doen? Truien borduren en kraaltjes en allemaal dingen instoppen. Dus. 5, 6, 7, 8. Heel goed. Heb je dat gedaan? Wie speelt er hier Fortnite? Ja, ja. Oké. Wat? Nee. Oké, het hele stukje. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nog een keer. 1, 2, 3. En jullie draaien dikke bom. Dan doe je het dan helemaal nog een keer, maar dan tegenover elkaar. Oh, ja? Zeer verder. Yeah, even een grote applaus geven, jongens.